Hallo allemaal, helemaal geweldig dat jullie kijken naar Loco vs. World. En vandaag heb ik weer een easter egg voor jullie. Een kleine easter egg die ik zelf persoonlijk Nobody noem. Het is een muurschildering en ik ga hem jullie laten zien. Kom mee. Is het even in de auto? En als je dan op de kaart kijkt, dan zie je dat ik daar al een... Even kijken, waar is hij nou? Hij is... Waar sta ik zelf? Even spieken, ik had hier een point of interest staan. En die ander... Dat is niet mijn point of interest. Ah, daar staat hij. Sorry voor de vertraging. Oké, daar gaan we. Ik ga er naartoe, jongens. Ik laat het trouwens nog even één keer zien. Het is vlak bij de politie. Oké. Je ziet hier een bioscoop of theater en hier een kledingwinkel. En dan heb je hier dat steegje. Daar moet je heen. Oké, daar gaan we. Aan de kant, mensen. Loco komt eraan. Hoppa. Wegwezen. Oh. Lekker. Hé, hey, er staat iemand met een rood poppetje stond er op mijn map. Dus iemand die boos op mij is. Mocht je het niet weten. Bijvoorbeeld een politieagent of iemand die ik van zijn wagen af heb geschopt. Maar dit is mijn eigen adder, dus ze hebben geen reden om boos te zijn. Die point of interest is ergens hier. Ik heb hem net weer teruggeplaatst op de map. Gisteren had ik die video al eigenlijk opgenomen. Toen was het 3 uur in de nacht, toen kon ik niet zo hard praten. Dus ik ga nog heel even spieken waar die nou precies stond. Het is een van die zijstraatjes van hier. Dat weet ik nog wel. Ik denk trouwens bovenaan de straat. Dus we rijden even een klein stukje om. En dan moet ik even kijken hoe we daar precies moeten komen, maar komt vast wel goed. Ja, gaan we het redden. Yes! Dit is trouwens mijn allereerste stuntjump die gelukt is. Weten jullie dat? Maar dat terzijde. Ik ga weer even kijken naar die plek op de map. Kijk, we zitten er nou niet zo ver vandaan. Betekent dat we hierin moeten? Ik weet het niet. Of loop gaan we nou precies de verkeerde kant op? Nee. Lekker goed voorbereid allemaal weer. Sorry. Echt waar, het zit in deze wijk, maar waar precies? Als ik het zie, dan weet ik het wel weer. Er zit hier een arme... Er is hier een arme straat. Oké. Okay. Laten we eerst eens even een bezoekje brengen aan de... Deze. Misschien dat ik het dan direct weer herken. Oh, druk op het verkeerde knopje. Ja, dit komt me wel weer bekend voor. Alleen nou nog weten welk hoekje het precies is. Nobody, nobody. Yeah, corral. Oh, wow. Is this a joke?
Yep, we hebben het gevonden, jongens. Sorry voor de tijdverspilling daar. Even kijken. Het gedicht gaat als volgt, jongens. Ik ga het voorlezen. In het Engels, dus hou je vast. Vote for nobody. Nobody will make a better governor. Nobody will help the homeless. Nobody cares. Nobody really cares about Los Santos. In het Nederlands zou dat zijn: stem op niemand. Niemand maakt er een betere burgemeester. Niemand helpt de daklozen. Het kan niemand schelen. Het kan echt niemand schelen. Los Santos. Ja, jongens. De nobody Easter egg. Ik ga nu echt definitief goed op de kaart markeren voor mezelf. Want die vorige waypoint die ik had gezet, die sloeg nergens op. Huppa, klaar. Nou weten jullie het ook weer, jongens. De map. Tussen deze winkeltjes in. Is niet zo moeilijk te vinden. Dus precies waar ik sta. Nog één keer uitzoomen. Inzoomen. En als je het niet kunt vinden, moet je de video even op pauze zetten. Dus, jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video weer. En ik zeg, tot dan!